Je bent er gewoon weer, hè? Daar lijkt het wel op. We zijn er gewoon weer. Wat is het verhaal achter deze auto? Dit is onze derde generatie sportwagen. Na de C8 en de La Violette, Spider en de La Violette, kwam de Aileron. De Aileron, daar hebben we er maar 18 van kunnen maken. Natuurlijk door de problemen die we hebben gekend. Maar die was wel van 2009. Dus het was echt tijd voor een nieuwe auto. Nou, daar waren we natuurlijk al lang mee begonnen. Maar door alle perikelen hebben we dat een tijdje niet kunnen executeren. Maar sinds we weer beide voetjes op de grond hebben, hebben we er heel veel gas mee kunnen geven. En nu staat hij hier. Hoe komt het dat beide voeten op de grond staan weer? Omdat we met succes een surseance hebben doorlopen. En dat betekent dat je volledig schuldenvrij aan een nieuwe toekomst kunt beginnen. Wie hebben jullie nu als partner? In welk opzicht? Technisch. Nou, deze auto heeft nog steeds de Audi-motoren. Audi met supercharger, dus 525 pk. Dus wielophanging komt van Lotus, dat was bij de Aileron ook al zo. CPP heeft de body voor ons gebouwd. Dat is onze allereerste partner vanaf 2000. Ellemeyer maakt onze lederen interieuren. Dus we hebben nog steeds eigenlijk alle vaste partners die we vroeger hadden, die zijn er nog steeds. En dan staat er iets heel efficiënts, hybride-achtigs te gebeuren, heb ik begrepen. Ja, dat mag je niet uitsluiten. We gaan daar deze maand nog wat nadere berichten over sturen. Maar we wilden niet Genève overschaduwen en launch van een nieuwe met allerlei andere berichten. Maar we gaan deze maand wel wat nieuws brengen ten aanzien van onze elektrische plannen, om het zo maar te noemen. Jullie zitten nog in Zeewolde? We hebben geen kantoor meer in Zeewolde. We hebben nog een opslaghal daar, maar dat zit niet zoveel zo in de dijk. We hebben een klein kantoortje in Blaricum. Gewoon een zeg maar, kantoor met kantoormensen. En onze productie is naar Coventry. En kun je iets vertellen over het verwachtingspatroon van deze auto? Nou, aantallen is natuurlijk altijd moeilijk. Maar, nee, aantallen maar is makkelijk, want we maken er maar 50. We maken er 50. Dat geeft je ook de kans om een premium prijs te krijgen. Als je zegt, ik maak er oneindig veel, dan is het veel lastiger. We hebben gewoon gezegd, we maken er 50, klaar. Dus die zullen we in de komende anderhalf jaar bouwen. En kun je iets vertellen over de toekomstplannen, los van het hybrid deel wat eraan zit te komen? Je zit altijd vol plannen, dus nu waarschijnlijk ook. Ja, we zitten vol plannen, maar kijk, we zijn anders dan in het verleden, zijn we nu een kleine, particuliere onderneming. Niet meer aan de beurs. Geen moeilijke discussies meer met aandeelhoudersvergaderingen en dergelijke. Dus dat is allemaal klaar. Dus we doen nu alles wat we doen op ons eigen tempo en op onze eigen manier. Dus mijn plannen die komen naar buiten als ze zover zijn. Wanneer kan ik rijden? In deze. Ja? De zomer. Dit is een rijdende auto overigens, maar niet eentje die we aan de pers gaan geven. Maar in de zomer kun je er rijden. Dankjewel. Graag gedaan, Werner.